Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Ik ben eens heel erg benieuwd of dat er iemand in het publiek zit die en daar weet uit welk lieke uit een titel van deze film gekomt. Het helpt waarschijnlijk als je 30 jaar geleden in zwart rondliep met je haar helemaal in de war. Maar goed, zwart, waar ik het eigenlijk over wil hebben. Heel veel mensen tegenwoordig, als ze in de schietsport stappen, die beginnen met iets in deze trend. De tupperwarepistolen, zoals we ze liefkozend noemen, zoals Glock en dergelijke meer, die dat voor een heel groot deel uit plastic bestaan. Nu, dat is op zich niks mis mee, dat is een goede pistolenprijskwaliteit en zo. Maar uiteindelijk, hetgeen dat je wint met al die plastic, gewicht dus eigenlijk, dat is eigenlijk niet echt een voordeel in de sport. Maar goed, desalniettemin prijskwaliteit, goede pistolen. Maar toch, als je die dingen gewoon zet en je schakelt dan over naar iets in deze trend, dat volledig uit staal bestaat, dan ga je waarschijnlijk heel snel al hun tupperware weg willen. Maar goed, dat begint slikkens aan een minderheid te worden, de mensen die nog met stalen pistolen schieten. Toch zeker als we naar het jonge volks gaan kijken. En als we dan naar deze jongens kijken, dan komen we al bij de dinosaurussen terecht waarschijnlijk. Heel veel mensen die in een wapenwinkel komen op zoek naar een pistool of iets anders om mee te schieten, die kijken zelfs nog niet naar revolvers en gaan altijd direct naar de semi-automatische afdeling. En dat is toch wel eigenlijk een heel klein beetje jammer, want een revolver heeft echt wel een aantal heel mooie voordelen. Het eerste voordeel, misschien het belangrijkste voordeel, is dat je geen hulzen moet rapen. Een semi-automatisch pistool, die gooit zijn lege hulzen langs hier naar buiten na elk schot. En dan is dat nu om te gaan zoeken waar die ergens terecht zijn gekomen, achteraf. Bij een revolver, na het schieten, doe je de cilinder open en je gooit je hulzen netjes in je doosje of waar je ze graag wilt hebben. Groot voordeel van revolvers, maar er zijn nog veel meer voordelen. Accuratesse bijvoorbeeld. Dat is mijn ervaring. Ik weet niet of dat het helemaal wetenschappelijk te bewijzen is, maar mijn ervaring is dat revolvers een semi-automatisch pistool van dezelfde prijsklasse over het algemeen qua accuratesse vlotjes naar huis zullen kunnen schieten. Het ding daarbij is, met een heel vaste opstelling, daar beweegt niks. Bij een semi-automatisch pistool die slijt elke keer op en neer na elk schot. Je loop ligt daar eigenlijk maar los in. Vraag is maar dat je na elk schot perfect, maar ook 100% op exact dezelfde plaats komt te liggen. Want een fractie anders liggen, dat kan op je kaart op 500 meter centimeters verschil zijn. En het verschil tussen een wedstrijd winnen en een wedstrijd verliezen. Dat heb je dus al niet bij een revolver. Je loopt het vast, je loopt nergens naartoe. Het enige dat er kan bewegen is die cilinder. Wat dat zeker ook geen nadeel is, heel veel trekkers van revolvers, zeker vast met een Wesson, die zijn meer dan behoorlijk goed. Zeker en vast veel beter dan wat ze binnen gemiddelde tupperware meegeven. Dus, accuratesse van een revolver, in veel gevallen, veel mensen kunnen accurater schieten met die dingen. Bijkomend voordeel van revolvers, doordat de patronen hierin zitten, en niet in het handvat van je pistool, kun je veel groter patronen verschieten. Nu, mij persoonlijk zegt dat niet zo heel veel, zo met een 500 Smith & Wesson of iets in die trend te gaan rondvlammen. Sommige mensen wel. En dat kun je dus niet schieten met een semi-automatisch pistool. Het grootste dat ik weet dat er geschoten wordt met een semi-automatisch is een 357. Ik denk een 50 AE dat die niet langer is dan een 357. Maar ik heb er zelf geen, dus ik weet het niet helemaal zeker. Maar dus qua lengte, ik gok 357, nee 44 Magnum. Wordt ook uit een Desert Eagle geschoten. Dat zal waarschijnlijk het langste zijn wat je in een semi-automatisch pistool kunt schieten. Maar dat zijn al echt geen handige dingen meer om vast te houden. Dus met de revolver heb je die beperking niet. Daar kunnen ze die patronen zo groot maken als ze willen, in theorie. En daaruit voortvloeiend, doordat er geen lader in je pistoolgreep zit, kun je je pistoolgreep maken zoals je hem zelf heel graag hebt. Tegenwoordig bij de tupperware toestanden is het niks dan verstelbare grepen met greepplaatjes langs achter, langs voor, langs binnen, langs buiten. Je kunt het allemaal aanpassen aan je eigen
persoonlijke handjes, revolvers, al sinds zolang revolvers bestaan, kun je grepen erop leggen die perfect voor u passen. Dus eigenlijk op dat vlak zijn revolvers in een tijd ooit heel veel vooruit geweest. Dan nog een voordeel is bij het poetsen. Bij een pistool moet je je sleder afhalen, er is pinnetjes doorduwen, soms nog wat hefbomen verheffen en zo. Bij een revolver, als je wilt gaan poetsen, doe je die gewoon open, zoals dat je hem zou gaan laden. En je kunt eigenlijk overal al aan. Voor een gewone onderhoudsbeurt is dit voldoende. Je moet er niks aan uit elkaar halen. Dus poetsen ook zeker en vast makkelijker. Het enige nadeel qua poetsen dan bij een revolver is dat je hier tussen de loop en de cilinder, zo ziet je hem juist, zo'n klein spleetje, daar komt natuurlijk heel veel vuil ophoping. Dus als je een revolver poetst, ga aan de voorkant van je cilinder en aan de achterkant van je loop een beetje extra aandacht moeten besteden om die zuiver te krijgen. Maar in principe, je moet hem niet uit elkaar halen, dus makkelijker om te poetsen. Heel groot ding waar dat revolvers dikwijls voor aangeraden worden, is betrouwbaarheid. En bij een pistool, zoals ik al zei, die slingert elke keer op en af. Dat komt heel nauw dat net op tijd die huls eruit gegooid wordt en een nieuw patroon aangebracht wordt. Dat kan ooit eens mislopen. Dan heb je uitgeworpen huls die nog in de uitwerpopening blijven zitten of aangevoerde huls die dubbel aangevoerd worden, dat soort dingen. Kun je allemaal bij een revolver niet aan de hand hebben, omdat daar eenvoudigweg die een boel niet hoeft te bewegen. Maar natuurlijk, bij een pistool, als de boel hapert, 9 van de 10 kunnen het oplossen door de lader eruit te halen, je slee eens op en neer te halen, lader er terug in, doorladen en je kunt terug doorspelen. Als het bij een revolver misloopt, is het natuurlijk wel heel erg groot mis, dan moet je mee naar een dierenarts of iets, de wapenmaker. Dat zijn tikkels dingen die je zelf al niet kunt oplossen. Dus in zekere zin betrouwbaarder, maar tegenwoordig maken ze natuurlijk semi-automaten ook zodanig betrouwbaar. Die SCZ bijvoorbeeld, het eerste pistool dat ik ooit kocht, ik kan me niet voorstellen dat ik er ooit in heel mijn carrière meer dan 2 haperingen mee gehad heb. Glock, vergelijkbaar verhaal. Doordat het veel opener is, kan het ook zijn dat ze iets beter tegen vuil kunnen. Als er ergens vuil is, dan zal het dikwijls hier zijn. Dat kan, als het te veel ophoopt, naar beneden vallen. Het enige dat er echt vervelend kan worden, is als je cilinder zodanig vuil wordt dat je patronen nog moeilijk kameren of uit de kamer te halen zijn. Maar voor de rest, alle vuil dat er zich ergens opstapelt, dat kan er gewoon los uitvallen. Bij pistool kan dat dikwijls wat moeilijker weg, dus misschien kan de revolver iets beter tegen vuil. Maar misschien nog een extra voordeel van de revolver is dat je, en dat kan misschien heel interessant zijn als je een schietstand hebt die niet de accommodatie heeft om zwaar geladen patronen te laden. Of misschien dat je wat ouder wordt of wat meer fysieke ongemakken krijgt, artrozen op je vingers of god weet wat, waardoor dat je niet meer goed met terugslag overweg kunt. En een revolver kunt je heel makkelijk je patronen lichter gaan laden als je dat nodig vindt, heb je minder terugslag en dergelijke meer. Omdat je patroon alleen maar die kogel moet lanceren door de loop. Bij dat pistool moet diezelfde lading die in je kogel zit, heel het repeteersysteem ook aandrijven. Dus revolver kun je lichter laden, moest je dat nodig vinden, wat dat bij een semi-automatisch pistool een no-go is. Nu, heel veel revolvers zijn al sowieso dat je er 2 kalibers mee kunt verschieten. En deze is een 357, maar daar kun je ook 38 special mee schieten. Ik heb hier nog een. Dat is een 22 long rifle, maar daar kun je ook 22 shortjes mee schieten als je dat zou nodig vinden. Een 44 magnum kun je ook 44 special mee schieten, enzovoort enzoverder. Maar toch moest je het nodig vinden om nog zwakkere patronen te verschieten, om god weet welke reden. Bij een revolver kan dat, bij een pistool ligt dat heel wat moeilijker. Dus wat ik eigenlijk wil zeggen, als je nog eens gaat kijken voor een nieuw pistool, een nieuwe inwoner in je kluis, kijk zeker ook eens naar de revolvers. Er zitten hele mooie dingen bij en dat functioneert fantastisch. Bedankt en graag tot ziens.